De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, is gisteren van start gegaan met de 15e Capacity Building Subcommittee SBSC meeting. Deze wordt gehouden in Ramada Paramaribo Princess Hotel. De CBSC is onderdeel van de Internationale Hydrografische Organisatie, IHO. Deze houdt zich bezig met kartering, veilige navigatie en bescherming van het maritieme milieu. De CBSC daarentegen houdt zich bezig met het continu beoordelen van hydrografisch onderzoek en nautische kartering, oftewel het maken van zeekaarten. Ook verzamelt CBSC ook scheepsvaart informatie over de status in landen en regio's waar hydrografie in ontwikkeling is. Ook wordt er gewerkt aan de opzet en onderhoud van relaties met nationale agentschappen en internationale organisaties die fondsen of andere steun kunnen bieden voor projecten of technische bijstand kunnen verlenen voor studies. Het is de eerste keer dat deze meeting in het Caribisch gebied is georganiseerd. Michael Amavo, directeur van de MAS, zegt dat het een eer is dat Suriname als gastheer mag optreden. In order to increase synergies, we therefore need to further encourage cooperation between states when it comes to hydrography and to avoid duplication among existing hydrographic offices. The Maritime Authority of Suriname is an ISO 9001:2008 certified company and is specialized in conducting inter-alia hydrographic services in accordance with applicable international standards. The MAS, and I'm proud to say that, has a well-trained staff and a multipurpose hydrographic vessel at its disposal in order to meet the international requirements. As representatives of the Republic of Suriname to the IMO and the IHO and the IALA, we are committed and guarantee that all our services are delivered in accordance with the requirements and standards of aforementioned organizations. Michael Amavo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname. De organisatie is gisteren van start gegaan met de 15e Capacity Building Subcommittee, CBSC meeting. Suriname is sinds 1 januari 2017 ook volwaardig lid van de International Association of Lighthouse Authorities. Binnen het Caribisch gebied heeft ons land naar zeggen van de MAS een van de best ontwikkelde hydrografische diensten.